Zo, je ligt er wel comfortabel bij, hè? Wie zegt dat? Ik ben Mees. Ik ben een detective. Waar heb ik jou nou voor nodig? Nergens voor. Ik kom net van een zaak af van een mevrouw die haar hondje kwijt was. Boeiend, zeg. Wow. Ja. En wat is jouw verhaal? Dat zal ik je eens gaan vertellen. Het begint op een dag zoals alle anderen. Ik werd wakker, haalde een biertje en dronk de hele dag door. 'S Avonds had ik afgesproken met Loes, een vriendin van me, om even bij te praten. Dat was 2 uur na mijn laatste biertje. En toen zei ze iets totaals onverwachts tegen me. Voor tijd dat je een vriendin krijgt. Een vriendin? Hoezo? Wat heb ik fout gedaan? Gekkie, nee, je hebt een vriendin nodig. Ja, dat zei je net ook al. Maar waarom? Zodat ze je op het rechte pad kan houden. Wat? Ja, je drankprobleem is veel te erg geworden. Dat valt best wel mee. Hoeveel biertjes heb je gisteren op? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dat bedoel ik dus! Je hebt iemand nodig die je op het goede pad kan houden. En wie kan het nou beter dan een vriendin? Hoe kom ik nou aan een vriendin? Oh, gewoon zoek op marktplaats.nl. Goeie. Het was een grap, gek. Moet je kijken. Een krap bier Heineken voor maar 8 euro. Henk! Johnny? Kijk anders eens op een datingsite en maak een account aan. Dat is een goeie, ja. Je profielfoto mag geen bier bevatten. Wat? Laat me weten hoe is het gegaan, oké? Ja, kom, zal ik doen. Ja, oké, kom, we gaan nu een filmpje kijken. Zullen we de Heineken ontvoering kijken? Henk! En toen? Wat heb je toen gedaan? Ik heb een account aangemaakt op een datingsite natuurlijk. En ik had er vrij snel een meisje gevonden via die site. Maar die dateafspraak liep iets anders dan verwacht. Hoezo? Vertel eens verder. Ik zal het je vertellen.